Nogmaals een goede morgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Wat fijn dat u kijkt. Het is mooi dat we na zo'n prachtige conferentie met zo'n mooi onderwerp, het staat helaas niet hier, maar u heeft het in de zaal kunnen zien, van paradijs tot paradijs, dat ik vandaag het voorrecht heb om het laatste thema te mogen geven. In 2019... publiceerde de Daily Mail, een soort van Britse telegraaf, de volgende kop op hun website. Zevende-dagse Adventisten leven langer en hebben 30% minder kans op kanker, dankzij de strenge dieet- en levensstijlvoorschriften van deze religie, blijkt uit onderzoek. Nou, ik kan me wel slechtere koppen voorstellen om als godsdienstdenominatie mee in de krant te komen. Als het woordje streng, strikt, staat er in het Engels, misschien enigszins suggestief. Maar goed, blijkbaar dragen de dingen die wij hier geloven bij aan een gezonder leven. Aan een langer leven. De krantenkop verwijst naar die Adventist Health Study. Een onderzoek dat al vanaf 2002 loopt. En in 2019 zijn de tussentijdse resultaten gepubliceerd. In het onderzoek vergelijken de onderzoekers de gezondheidsgegevens van 87.000 Amerikaanse Adventisten met die van 380.000 gewone Amerikanen. En ik lees een citaat voor uit het krantenartikel. Er staat: de onderzoekers zeggen dat, hoewel hun bevindingen niet specifiek aangeven waarom Adventisten deze gezondheidsvoordelen genieten, andere onderzoeken de voordelen van een plantaardig dieet hebben aangetoond. Een plantaardig dieet verlaagt het risico op diabetes, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, een hoge cholesterol, hart- en vaatziekten en zelfs bepaalde vormen van kanker. En het artikel gaat verder. Ze zeggen: Adventisten zijn dus religieus verplicht gezonder te eten dan de meeste mensen in Amerika. De bevindingen in het onderzoek, waarin alle Adventisten worden vergeleken met de gemiddelde Amerikaan, zijn dus, zeggen ze zelf, grotendeels zoals verwacht. Vervolgens concludeert de hoofdonderzoeker: het onderzoek doet sterk vermoeden dat deze gezondheidsvoordelen beschikbaar zijn voor alle Amerikanen die voor een vergelijkbaar dieet kiezen. Naast natuurlijk andere bekende voorzichtige levensstijlkeuzes, zoals regelmatige lichaamsbeweging, het vermijden van roken en het letten op het lichaamsgewicht. Dat, wie zegt, het onderzoek doet sterk vermoeden, vond ik nogal een open deur. Dat als je gezonder leeft, je misschien ook gezonder oud wordt. Maar goed. Zoals velen van jullie weten, ben ik opgegroeid in deze gemeente. En terwijl ik opgroeide in de gemeente, hoorde ik regelmatig dat de gezondheidsboodschap, gezondheidshervorming, de rechterhand is van de drie engelenboodschap. Zoals ook bijvoorbeeld in het volgende citaat van zuster White naar boven komt. Daarin schrijft ze: het evangelie van gezondheid heeft bekwame voorstanders, maar hun werk is zeer moeilijk gemaakt omdat zoveel predikanten, voorzitters van conferenties en anderen in invloedrijke posities hebben nagelaten de kwestie van gezondheidshervorming de juiste aandacht te geven. Ze hebben de gezondheidshervorming, schrijft ze, niet erkend in verhouding tot het werk van de boodschap als de rechterarm van het lichaam. Wanneer het gezondheidswerk op de juiste wijze wordt uitgevoerd, is het een wig die de weg vrijmaakt voor andere waarheden om het hart te bereiken. Wanneer de boodschap van de derde engel in haar volheid is ontvangen, zal de gezondheidshervorming haar plaats krijgen in de raden van de conferentie, in het werk van de kerk, thuis, aan tafel en in alle huiselijke regelingen. Dan zal de rechterarm het lichaam dienen en beschermen. De kern van dit citaat is dat de gezondheidsboodschap een belangrijke plek hoort in te nemen in ons werk. Niet in de plaats van, maar naast de verkondiging van de boodschap. Het wordt de rechterhand van de boodschap genoemd. En daarmee bedoelt zuster White de drieëngelenboodschap. Oftewel de tegenwoordige waarheid dat Jezus' wederkomst op handen is en het oordeel aanstaande is. En als kind, ja, neem je dat gewoon aan. Toen ik opgroeide in de gemeente, ja, je weet niet anders.
Maar toen ik ouder werd, dacht ik, waarom eigenlijk? Wat betekent dat überhaupt? Tijdens het thema dat ik met jullie wil bespreken, wil ik dat behandelen. Hoe is de gezondheidsboodschap de rechterarm van de drie engelenboodschap? Waarom is dat zo? Wat betekent het? Dat doe ik in drie onderwerpen. Ten eerste gezondheidshervorming als een hulpmiddel in de verkondiging van het evangelie. Het tweede, gezondheidshervorming als een manier om Gods liefde en zorg voor de mensheid te openbaren. Gezondheidshervorming als barmhartigheid. En de derde en laatste grond is wat egocentrischer. Gezondheidshervorming als een essentieel wapen in de strijd tegen onze zondige natuur. En dus om ons voor te bereiden op Jezus' wederkomst. Ik begin met, denk ik, de meest controversiële reden waarom gezondheidshervorming de rechterhand is van de drie engelenboodschap. Als een hulpmiddel in de verspreiding van het evangelie. Misschien niet controversieel voor ons, maar wel voor de meeste christenen. En eigenlijk heb ik het al een beetje behandeld. Ik noemde al de publiciteit rondom de Adventist Health Study. Door onze gezondheidsboodschap is de naam Adventist in de hoofden van veel gezondheidswetenschappers gekoppeld aan het woord gezond. Onze gezondheidsboodschap is niet alleen een goede reclame voor ons, maar laat ons ook opvallen tussen andere stromingen in het christendom. De gezondheidsboodschap is wat je in de wereld van de verkoop, de sales, zou noemen een unique selling point. Iets wat je nergens anders kan vinden. Iets wat ons karakteriseert. Wat ons onderscheidt van de rest van de kudde. Gezondheidshervorming heeft dus een kracht voor het evangeliewerk wat, denk ik, te vaak wordt onderschat. En die kracht als hulpmiddel van de verkondiging van het evangelie is een van de redenen waarom Sister White het de rechterhand van de boodschap noemt. Sister White zag gezondheidswerk als een brug om mensen met het evangelie te bereiken in hun dagelijks leven. In Evangelism, bladzijde, ...513, schrijft ze het volgende. Niet zal de deuren voor de waarheid openen zoals het medisch zendingswerk. Dit zal toegang vinden tot harten en geesten en een middel zijn om velen tot de waarheid te bekeren. Medisch zendingswerk is de rechter helpende hand om de deuren te openen voor de verkondiging van de boodschap. Ik zie in de voorzienigheid van de Heer dat het medisch zendingswerk een groot breekijzer moet zijn, waardoor de ziel bereikt kan worden. De zieke ziel. Een uiteenzetting van de principes van gezondheidshervorming zal veel bijdragen tot het wegnemen van vooroordelen tegen ons zendingswerk. De grote geneesheer, de grondlegger van het medisch zendingswerk, zal alle zegenen die op deze wijze proberen de waarheid van deze tijd door te geven. We zien hier dat het dienen van anderen met de gezondheidsboodschap van belang is voor het persoonlijk zendingswerk. Ik kom daarop terug bij het tweede punt. Maar de gezondheidshervorming is dus ook van belang om onze boodschap op te laten vallen. Het is toch op zich bijzonder als je erover nadenkt dat Adventisten al 150 jaar lang roepen dat een vegetarisch dieet gezonder is. Hoe belangrijk het eten van groente en fruit is. Op regelmatige tijden. Hoe gevaarlijk roken en drinken is. Dat we weg moeten blijven bij stimulerende middelen zoals cafeïne of erger. En gedurende die 150 jaar zijn wij als Adventisten regelmatig voor gek verklaard. In een tijd waarin artsen reclame maakten voor hoe gezond roken wel niet zou zijn, of nou ja, hoe onschadelijk het wel niet was, bleven Adventisten volhouden dat het toch echt gevaarlijk was. Dat mensen ermee moesten stoppen. Dat het slecht was voor je gezondheid. En helaas voor miljoenen rokers wereldwijd hebben we gelijk gekregen. Vandaag zal niemand meer denken dat roken zonder gevaar is.
Hetzelfde geldt voor onze principes zoals alcohol en het eten van vlees. We roepen al 150 jaar lang dat het ongezond is. Maar het is pas vrij recent dat ook de wetenschap ons daarin gelijk geeft. Weet u nog dat zo'n 10 jaar geleden door onderzoekers werd gesteld dat het drinken van 1 glas rode wijn per dag goed voor je gezondheid zou zijn? Uit onderzoek van afgelopen jaar, maart 2022, bleek dat alleen al het drinken van 1 glas alcohol per dag, 1 wijntje, 1 biertje, dat dat al terug te zien is in de gezondheid van de hersenen. Onder een onderzoek van mensen van 50 jaar oud bleek dat mensen die gemiddeld 1 alcoholglas per dag dronken, dat hun hersenen er gemiddeld 2 jaar ouder uitzagen dan mensen die niet dronken. En hoe meer glazen alcohol iemand dronk per dag, hoe erger het was. Deelnemers die gemiddeld 4 dagen 4 glazen alcohol per dag dronken, hun hersenen zagen er gemiddeld 10 jaar ouder uit dan van mensen die niet dronken. Wij roepen het al 150 jaar. Maar pas nu komt de wetenschap tot hetzelfde licht. En ik denk omdat we al die tijd hebben vastgehouden aan onze gezondheidsboodschap, die blijkbaar altijd wordt bevestigd door de wetenschap. Juist daarom denk ik dat de gezondheidshervorming onze adventboodschap meer overtuigingskracht geeft. Uit de voorbeelden die ik heb genoemd kunnen mensen zien dat we niet zomaar wat doen met onze geloofsprincipes, maar dat we kunnen argumenteren waarom ze door God zijn geïnspireerd. En dat straalt ook af op onze andere geloofsprincipes. Dus de eerste reden waarom de gezondheidsboodschap de rechterhand is van de boodschap, van de drieëngelenboodschap, is dat het dus een cruciaal hulpmiddel is bij het verkondigen van het evangelie. Het opent deuren, het wekt interesse van mensen. Het geeft ons een krachtig bewijs waarom onze boodschap door God is geïnspireerd. We gaan naar het tweede punt, waarom de gezondheidshervorming de rechterhand is van de drieëngelenboodschap. Toen Jezus hier op aarde rondliep, deed hij 2 dingen om mensen te helpen. Ten eerste verkondigde hij het evangelie van het koninkrijk en moedigde hij mensen aan om zich te bekeren van hun zonden. Hij bracht in de eerste plaats geestelijke genezing. Hij moedigde mensen aan om zich te bekeren. Maar hij kwam ook om de gewone noden van mensen op te lossen. Hij genas hun ziekte en hun gebreken. Jezus deelde Gods liefde met de mensen om hem heen, door hun leed weg te nemen, hun pijn te verzachten, hun kwalen te genezen. En met onze gezondheidshervorming zijn wij geroepen om in de voetsporen van de grote genezer te treden. Zuster White schrijft: het werk van de gezondheidshervorming is het middel van de Heer om het lijden in onze wereld te verlichten en zijn gemeente te zuiveren. Leer de mensen dat zij kunnen optreden als Gods helpende hand door samen te werken met de meester arbeider bij het herstel van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit werk draagt de handtekening van de hemel, zal deuren openen om aan anderen de kostbare waarheden binnen te laten. Er is ruimte voor iedereen die dit werk op een intelligente manier wil aanpakken. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het nieuws dat onze nationale zorgkosten steeds hoger worden. Daardoor is er een reëel risico dat voor veel mensen het heel moeilijk wordt om hun zorgverzekering te betalen. En het is natuurlijk verschrikkelijk als mensen niet langer de kosten kunnen dragen voor hun noodzakelijke zorg. Als ze niet meer naar het ziekenhuis kunnen. Maar weet u wat een van de grootste oorzaken is van onze ziekte? Onze levensstijl. Ik val enigszins in herhaling. Maar wat we eten, wat we drinken, hoeveel we slapen, hoe we omgaan met stress, allemaal werkt het door in onze gezondheid. Zowel op korte als op lange termijn. Dus hoeveel geld zouden we als samenleving besparen als mensen zouden leven volgens de principes van de gezondheidsboodschap?
En belangrijker, hoeveel leed zouden we wel niet voorkomen? Niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun naasten. Als iemand door een dierbare wordt aangesproken op zijn of haar levensstijl, dan zeggen sommige mensen, waar bemoei je je mee? Dit is mijn leven, daar heb jij geen last van. Maar onze gezondheidskeuzes hebben ook gevolgen voor de mensen die ons lief hebben. Dat is ook wat Sister White schrijft. Ze schrijft, wanneer wij probeerden om de gezondheidshervorming aan onze broeders en zusters voor te houden, zeiden velen door hun daden, het gaat niemand wat aan of ik dit of dat eet. Wat we ook doen, we moeten er zelf de gevolgen voor dragen. Lieve vrienden, schrijft ze, u vergist zich schromelijk. U bent niet de enige die lijdt onder een foute koers. De maatschappij waarin u zich bevindt, draagt in hoge mate de gevolgen van uw fouten, evenals uzelf. Als u lijdt onder uw onmatigheid in eten of drinken, worden wij, die om u heen zijn of met u verbonden zijn, ook getroffen door uw kwalen. Wij moeten lijden onder uw verkeerde gedrag. Als het uw geestelijke of lichamelijke krachten vermindert, voelen wij dat in uw gezelschap en worden wij erdoor getroffen. Als u, in plaats van een opgewekte geest, somber bent, werpt u een schaduw op de gemoedstoestand van alle om u heen. Heeft uw invloed geen ernstige gevolgen voor ons? Denk daar eens over na. Gezondheidshervorming als een vorm van naastenliefde. Gezondheidshervorming is een middel om de gevolgen van zonde in onze wereld tegen te gaan. Om het leed in de wereld te verminderen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen die om ons geven. Niemand leeft voor zichzelf. Dus door gezond te leven, helpen we niet alleen onszelf, maar maken we ook het leven van anderen makkelijker. En door de gezondheidsprincipes te verkondigen, helpen we de hele samenleving. Wie de gezondheidsboodschap uitleeft en verkondigt, dient de maatschappij. Ik kom aan bij het derde en het laatste punt. Waarom de gezondheidshervorming de rechterhand is van de drie engelenboodschap. Die ook het meest raakt aan het onderwerp van deze conferentie. Van paradijs tot paradijs. We noemen onszelf Adventisten. Zoals u allemaal waarschijnlijk wel weten, betekent dat we ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus. En dat we onszelf en ons karakter daarom voorbereiden. Om onze heiland te ontmoeten. Dat noemen we ook wel heiligmaking. En het belangrijkste aspect van heiligmaking is om door te verleende gerechtigheid van Jezus, door zijn genade, onze zondige natuur te overwinnen. En daarbij speelt ook gezondheidshervorming een cruciale rol. In Testimonies for the Church, deel 3, bladzijde 61, schrijft Ellen White het volgende. Al jarenlang vraagt de Heer de aandacht van zijn volk voor gezondheidshervorming. Het is een van de grote takken van het werk van de voorbereiding op de komst van de Mensenzoon. Johannes de Doper ging uit in de geest en de kracht van Elia om de weg van de Heer te bereiden, het volk tot de wijsheid van de rechtvaardigen te doen keren. Hij was een vertegenwoordiger van hen die in deze laatste dagen leven en aan wie God heilige waarheden heeft toevertrouwd om aan de mensen voor te houden, om zo de weg te bereiden voor de tweede komst van Christus. Johannes was een hervormer. Daarmee bedoelt ze een gezondheidshervormer. De engel Gabriel gaf de vader en moeder van Johannes een les over gezondheidshervorming, rechtstreeks uit de hemel. Hij zei dat Johannes geen wijn of sterke drank mocht drinken en dat hij vanaf zijn geboorte vervuld moest zijn met de Heilige Geest. Dit citaat maakt ons duidelijk dat wij, de wegbereiders voor de wederkomst van Jezus, de derde Elia, de tweede Johannes, dat gezondheidshervorming ons in staat stelt om dat werk te kunnen doen.
zonder gezondheidshervorming dat niet kunnen doen. Gezondheidshervorming is dus van belang om ons voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. Om de wereld voor te kunnen bereiden op de wederkomst van Jezus. Waarom? Nou, niet iedereen hier heeft denk ik ooit alcohol gedronken. Maar ik denk dat vrijwel iedereen zich wel eens niet lekker voelt. En dat kan soms komen omdat we te weinig hebben geslapen, te weinig hebben bewogen, te veel hebben gegeten, verkeerde dingen hebben gegeten. Of omdat we niet omgaan op een juiste manier met stress of met ons werk. En wanneer kunnen we onszelf nou beter beheersen? Wanneer hebben we meer controle over onszelf? Over onze vleeslijke natuur? Als we moe, ziek, zwak of misselijk zijn? Of wanneer we fit, gezond en uitgerust zijn? Wanneer zijn we vatbaarder of minder vatbaar voor de zonde? Ik denk dat niemand het met me ons eens is als ik zeg wanneer we gezonder, fitter en uitgeruster zijn. Onze gezondheid en onze fitheid werkt dus door in ons vermogen om de verleidingen van Satan te weerstaan. Natuurlijk, u moet me niet verkeerd begrijpen. Die verleidingen kunnen we niet uit eigen kracht overwinnen. Dat zeg ik ook niet. Alleen door de genade van Jezus kan dat. Maar als wij er zelf voor zorgen dat wij in een toestand zijn waarin we gevoeliger zijn voor die verleidingen, onszelf bewust hebben toegelaten om in die toestand te geraken, waardoor we makkelijker meegaan met Satans listen, hoe kunnen we dan van Jezus verwachten dat hij ons er alsnog uittrekt, terwijl we onszelf in de nest hebben gewerkt? We hebben zelf een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat we in die situatie komen. Waarin we gevoeliger zijn voor de zonde. En daarbij speelt gezondheidshervorming een cruciale rol. Nou, sommige christenen zullen nu zeggen dat ik afdwaal aan de gerechtigheid van Jezus. Maar nogmaals, het is niet door onze kracht dat we de zonde overwinnen. Het is door Jezus. Maar als wij onszelf moedwillig in de problemen werken, dan kan Jezus ons niet helpen. Want hij respecteert onze keuzes, onze vrije wil. En hij respecteert ook dat we daarom de gevolgen daarvan ondergaan. Het is ook opmerkelijk, omdat iedere christen volmondig het wel met me eens zal zijn, dat wij als christenen een goede strijd moeten strijden. Een grote strijd. Dat we met een wedloop bezig zijn voor de eeuwige krans. Een strijd die Paulus ook wel een hardloopwedstrijd noemt in de laatste brief aan Timotheus hoofdstuk 4. Nou, als wij nou atleten zijn in zo'n wedstrijd, zouden we dan ook niet net als atleten moeten leven? Om alles wat in ons vermogen ligt te doen om de wedstrijd te kunnen winnen? Om zo goed mogelijk te kunnen presteren? Goed slapen, goed eten? Uitgerust zijn, onze karaktereigenschappen trainen en veel meer. Niemand die aan een sportwedstrijd meedoet, denkt dat hij zonder te trainen, zonder op zijn voeding te letten en zonder op zijn slaap te letten, mee kan doen en dan winnen. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien, dat iemand Olympische Spelen wint zonder te trainen, zonder op zijn voeding te letten, zonder te slapen. Waarom zou dat dan wel gelden voor ons geestelijk leven? Verwachten we echt dat wanneer wij bewust de kantjes eraf lopen, dat Jezus wel de rest voor ons zal doen om het op te lossen? Als wij ons karakter klaar willen maken voor de hemel, dan moeten we daarvoor in de eerste plaats ernstig bidden. Dat Jezus ons een karakter wil geven naar zijn voorbeeld. Maar we hebben nog steeds een vrije wil. En als wij ervoor kiezen om onszelf in situaties te brengen, waardoor we zwakker zijn voor de zonde, door ongezond te eten, weinig te slapen, niet te doen aan sport of beweging, noem het maar op, dan kunnen we ook niet verwachten dat God onze achterstand oplost. Juist niet als we zelf weten hoe en dat het anders kan. Juist als Adventisten, aan wie deze boodschap is toevertrouwd,
Wij hebben geen enkele smoes waarmee we het verwaarlozen van de gezondheidsboodschap kunnen goedpraten. In Testimonies for the Church, deel 3, bladzijde 161, schrijft Ellen White: mannen en vrouwen kunnen de wet van de natuur niet schenden door zich over te geven aan verdorven eetlust en wellustige hartstochten, zonder de wet van God te overtreden. Onze genadige hemelse Vader ziet de bedroevende toestand van mensen die, sommigen bewust, maar velen ontwetend, in strijd leven met de wetten die hij heeft ingesteld. En in liefde en medelijden met het ras laat hij het licht schijnen op de gezondheidshervorming. Hij verkondigt zijn wet en de straf die volgt op de overtreding ervan, zodat allen ervan leren en zorgvuldig zijn om in harmonie met de natuurwet te leven. Hij verkondigt zijn wet zo duidelijk en hij maakt haar zo zichtbaar dat zij is als een stad op een heuvel. Alle verantwoordelijke wezens kunnen het begrijpen als ze willen. Alleen dwazen worden niet verantwoordelijk gehouden. Geliefde broeders en zusters, vrienden van de waarheid. Ik nader het einde van dit thema. Aan het begin van dit thema stelde ik een vraag. Waarom is de gezondheidsboodschap de rechterhand van de drieëngelenboodschap? Tijdens dit thema heb ik 3 manieren laten zien waarop de gezondheidshervorming de verkondiging van ons evangelieboodschap, onze tegenwoordige waarheid, ondersteunt. Ten eerste dat het een hulpmiddel is om het evangelie te verkondigen. Het opent deuren die anders gesloten blijven. Het geldt zowel voor het persoonlijke werk als ons algemene zendingswerk. Door onze gezondheidsboodschap onderscheiden we ons ten opzichte van andere christenen. Het is positieve reclame als we het op de juiste manier uitleven. Ten tweede, dat gezondheidshervorming een manier is om de liefde en zorg voor de mensheid te delen. Het is het middel dat God heeft aangewezen om de gevolgen van de zonde in deze wereld weg te nemen. Om mensen te helpen. Gezondheidshervorming is een vorm van barmhartigheid. Een vorm van naastenliefde. De derde en laatste grond gaat juist weer niet om de ander, maar gaat om onszelf. Gezondheidshervorming als een essentieel wapen in onze strijd tegen onze zondige natuur. En dus om ons voor te bereiden op Jezus' wederkomst. Maar terwijl ik aan het einde kom van dit thema, wil ik ook nog benadrukken dat de gezondheidsboodschap de evangelieverkondiging ondersteunt, maar daar nooit de plaats van kan innemen. Zuster White schrijft: hoewel het gezondheidswerk zijn plaats heeft in de verkondiging ervan, de boodschap van de derde engel, moeten de voorstanders ervan geenszins proberen, op geen enkele manier, het in de plaats van de boodschap te stellen. Onze gezondheidsboodschap maakt het leven volgens de evangelie makkelijker. Het is een soort cheat. Een sluiproute om de uitdagingen van ons leven met minder moeite te overwinnen. Maar het is ook niet meer dan dat. Het is niet het evangelie zelf. Wel helpt het ons om de volgende opdracht waar te maken. Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Amen. Mijn wens en gebed is dat dit waar mag zijn voor het leven van ons allemaal. Amen.